hoe noemt hij het kutjoken eigenlijk? De Oscars. Maar de Oscars is te makkelijk. Ik vind dat we iets beter moeten verzinnen. Het is niet zo gemakkelijk. Het is godverdomme op een plateautje gegeven, de Oscars. We zullen wel zien wat de titel wordt van deze video, oké? Okay? Ja. Ja. Welkom, waarde pubers van het internet, bij deze spectaculaire aflevering van Oscars 2020. De Oscars, hè. De Oscars. Allee, doe dan nog eens. Fuck off. Een fenomenale viering van de middelmaat. Hier uw gastheer, Gaar. Yay, dat ben ik. Goedenavond, dames en heren, en alles daartussen. Welkom bij de jaarlijkse viering van de Oscars 2020, waar we een kijkje nemen naar het beste wat YouTube Vlaanderen te bieden heeft, tenminste dat wat wij het beste achten. Vanavond word ik vergezeld door mijn panel, en mijn panel is Alex Dudekem Daco, zeg een keer hallo. Goedenavond. En ook Niels, gewoon Niels. Dat is goed genoeg. Ik ben ook niet meer waard. Oei. Wat gaat er dus gebeuren? We bekijken een aantal video's die ik geselecteerd heb. Meestal is het de beste die ze uitgebracht hebben in het voorbije jaar. En soms is het gewoon een video die ik leuk vond. Bel een flik. Na de video verzinnen we een prijs. Luid en duidelijk. Maar wat beginnen we hier? Hi guys. Hi everybody. Welcome to the first episode of Road to Rolling. Het ging hier om Vlaamse YouTube. En die jongens zijn Engels aan het spreken. Oei, als je dat Engels noemt. Ja, ze moeten toch een beetje een breed publiek hebben, hè? Ja. Slecht voorbereid, hè, jongens. Wij doen dat beter, hè. Wij zijn iets wat voorbereid. We hebben toch een Google Docs gemaakt. Jij hebt een Google Docs gemaakt. Ik ben er een hele dag mee bezig geweest. Ik heb nog twee slachtoffers gevonden om even mee te babbelen. Kom jongens, we gaan lullen over Vlaamse YouTube. Is dat Vlaamse YouTube? Oh ja, ze spreken wel Engels, hè? Ze spreken Engels. We gaan direct de prijs geven, hè. Mijn prijs is beste Flanglish. Flanglish. Het is gelijk Engels, maar dan met een Vlaams accent. Misschien de beste Road to Rolling. Het is ook de enigste, dus hoe lang mag dat verhaal duren? Ja, daar komen nog 150 video's van. Godverdomme, wees daar mee bezig. Is dat voor elke handtekening dat ze een nieuwe ding moeten hebben? Soms doen ze twee mannetjes tegelijkertijd. Ze zitten momenteel aan aflevering 5 of 6, ik weet het niet meer. Wat gaan ze doen bij Professor Snape. Van die mannequins in Madame Tussauds, hè. Je kent dat wel. Zo ergens gewoon een pen in dat standbeeld, zijn handen dagen zo vastgrabbelen en dan zo iets tekenen met dat boek. Ja. Alex, beste wat? Laat dat hier niet te lang duren. Kom aan, 3, 2, 1. Beste hobby-slash-tijdsverdeling van Vlaanderen. Handtekeningen verzamelen. Oké, ik ga voor beste Flanglish, proficiat Bart Meese. Volgende video. Effect. Dus dit is fact. Marty B. heeft zo wat mensen gefilmd daar en dan op een muziekje gezet als ze dansen. Hé, hey, dat is een konijn. Dat is een furry. Nee, dat was echt nog geen furry. Dat waren furries. Dat zijn furries. Fucking furries. Die monden bewegen zelf. Dat is niet het enige dat beweegt. En je moet dat voorstellen. Is dat een man of een vrouw? Links was een vrouw. Weer al Harry Potter. Oeh, waar jij er ook bij, Alex? Ik was er wel, maar ze hebben me niet gefilmd. Ik was niet verkleed. Ah, voilà, zei dat is ons, Marty. Dat is een keer een schoonvrouw. Is Marty zelf. Dat was een keer een schoonvrouw. Ik heb daarom deze video de beste Marilyn Monroe gegeven. Niels, uw beste. Beste stilfilm. Beste furry propaganda. Beste furry propaganda. Ja, allee, als er furries in zitten, is dat wel duidelijk om mee te delen aan de wereld dat die nog altijd bezig zijn met de furries bestaan nog, ja. Nu denk ik dat we eraan en nu is mijn avond verpest. Furries. Oké, okay, beste furries. Volgende video. Hoeveel views hebben die video's eigenlijk al? Je kunt altijd zelf een keer checken, hè. Maar dat is weer zoveel waard. Twijgen, kijken naar de video. Heb respect voor deze paard. Hoe is dat? Siroop. Dit is Siroop. Oldschool Vlaamse YouTuber. Hij doet skaten en zo. Eigenlijk bunny vlogs, maar dan... Maar dan leuk. Hé, maar zo kan ik ook skaten, zelf. 5000, 6000 abonnees, zoiets. Allee, en heeft hij een Patreon? Geen idee. Maar wij hebben wel een Patreon. Plug die Patreon. Punt bij Siroop is dat hij al heel lang video's maakt, maar het laatste jaar heeft hij heel weinig video's gemaakt. Misschien is hij onder een auto gaan rijden. Misschien is hij beu, hij is ondertussen een dertiger. Misschien heeft hij al een vrouw en gezin. Het is al een boomer of wat. Ja. Ik wil vooral een video pakken wat hij skaten. Wel, skaten is cool, toch? Oh ja. Kunt jij skaten, Alex? Ik kan niet skaten. Ik kan vallen. Ik kan echt niet skaten, hè. Dat... Beste fucking Olly. Alright, ik geef hem de beste Vlaamse Casey Neistat. Is eigenlijk iets anders? Oh, maar het is ook een gamer. Nintendo merch. Massive.
muziek. Hij maakt zelfs nog muziek. Muziek. Hij is alles. Beste videoclip. Slechtste jetter. Nee, beste jetter. Beste jetter. Ja, beste jettermuziek. Beste Casey Neistat van Vlaanderen. Ik zou hem de Lifetime Achievement Award geven. We moeten dat aan iemand geven. Lifetime Achievement Award. Die zit al op de helft van zijn leven. Die heeft niet te lang niet meer. Hè. De helft van zijn leven. Ja. Siroop, Lifetime Achievement Award. Proficiat, kom dan maar halen. Klopt eens even. Enthousiaster. Oké. Goed, stop. Voilà, we zijn... Sorry. Dit is Timon Verbeek, ook bekend als Timon Goes. Hij is minderjarig. Ja, nee, sorry. Ik moet een kilometer... Hij gaat klimmen op dat macro-ding. Het is niet legaal dat hij bezig is. Terwijl een video van maakt. Je kunt daar perfect legaal op klimmen, hè. Als je begeleid bent, denk ik. Ja, misschien, ik weet niet. Nee, ik denk eerder dat dat niet echt toegelaten is voor onze Belgische wetgeving. Het is ook een hackerond voor een reden. Het... Wat gaat hij doen? Je gaat erop klimmen? Ja, maar ja. Hoe? Met de trap? Allee, ladder. Sorry. Oh, toevallig. Achter hem. Maar check wat. Van productiewaarde. Gesponsord door Macro. Hashtag ad. En dat aan kinderen van minder dan 13 jaar. Dat is gewoon promoten om zelf de Macro-toren te beklimmen. Timon zijn kanaal is wel de laatste tijd goed aan het groeien. We zullen daar binnenkort nog veel meer van zien. Hoeveel abonnees heeft hij momenteel? 3000, denk ik. Enfin, wel een beetje skippen, hè. Ik wil de spicy shit. Ik wil hem zien wenen. En zo de flikken terug passeren en hem meepakken. Allee, we weten het. Je hebt hoogtevrees. Je hebt het 30 keer gezegd. Hij wil de 10 minuten halen, maar hij gaat er niet geraken. Het is reality wat hij doet. Het is beter dan echt. Hij heeft geen valbescherming. VCA, dat is niet goed, hè. En hij is zelf aan het klimmen met fucking All-Stars. Fuck, gast. Fuck. Klim daar geen toren, hè, truts. Op 5 seconden. Oh, hij zit erop. Dat was moeilijk, hè. Ik moest gewoon mijn voet boven mijn andere voet zetten. Jullie zijn zo stout tegen Timon. Dat is omdat hij minderjarig is. Die jongen probeert hier gewoon goede content te maken. Voor mij verdient hij de beste zoomer. Ik geef hem de beste rosse kop van Vlaanderen. Is wel ros. Ik vind dat eigenlijk slecht. Ik wil die eens zien eraf springen en een koprol doen. Dat gebeurt niet. Het is een tweede seizoen. Ik weet het niet. Beste VCA-overtreding. Oké, dan wordt het beste zoomer. Proficiat. Volgende video. Gas. Ma. Vriend van het kanaal. Voor legale redenen is dit een grap. Probeer met te nemen en dan gaan we op kruistok, vuistok, graag een zusje kruisvocht. Mijn raptechniek is niet zo optimaal. Goed letten op de tekst. Bitch, ga je weg, dat is Nospon Gillette. Wie de fuck noemt er zijn kind nu Ginet? Verzint een fake story over een fan. Maar wie de fuck noemt er zijn kind nu Ginet? Hij heeft heel de zin. Wie de fuck noemt er zijn kind nu Ginet? Doen rijmen op. Wie de fuck noemt er zijn kind nu Ginet? En daarvoor verdient Jetter van mij de beste rijm. De beste rijm. Dat was de beste rijm dat ik gezien heb. We gaan dat hier verder laten spelen. Hè. Alex was juist aan het dansen. Doe eens een Fortnite dansje. Ik ga me niet verlagen tot zo'n niveau. Jouw kapsel vest onjuist. Aandachtsvoorbeeld te graag op de buis. Ja, Jette, die weet wat hij doet. Ik zie hem nog op Belgium's Got Talent komen. Ik vind het gewoon erg voor mensen dat je net noemen. Ja, ik kom het op neer. Een ganse groep mensen. Iets waar dat zij niet aan kunnen doen. Oh, wacht, het beste stuk. Ja. Afhankelijk een appellist. What the fuck? Vlaanderen van ons om onze eigen mensen eten. Beste Bart. Blinde Bart. Had hij niet zo'n Twitterpagina die zo aan het opblazen was? Mijn naam is Bart. Mijn naam is Bart, jong. Mijn naam is Bart. Mijn Piet is hard. Dat is beste rijf. Dank u wel, Jetter. Ik hoop dat u tevreden bent met uw prijs. Naar de volgende video. Wat is de origine van deze video? Dit is een video van Ansrik, ook een vriend van het kanaal. Karapils, premium pils, karapils, premium pils. Een beetje... Dus Karel Trutsch. Dus Ansrik maakt soms vlogs, soms maakt hij muziek en het is altijd leuk. Het bereikt natuurlijk ook wel een breed publiek, hè? De student en de marginaal. Karel Pils heeft momenteel 2482 views. Dat kan beter, hè? 844 subscribers. Bijna al 4 keer in zijn eigen subscribers, dus wat? Wow, zit goed, hè? Ja, je mag meer abonnees hebben en meer views voor mijn part. Maar ja, kom, dat kunnen we allemaal gebruiken, hè? Gewoon op F5 duwen op die video, gewoon op F5. Welke prijs geven jullie aan Ansrik? Beste premium pils. Beste bierconsument van Vlaanderen. Alex, je kunt beter, hè. Kom. Heb je niet zien hoeveel fucking karapilsjes dat hij verspeeld slash gedronken? Kunnen we dat niet consument van het jaar noemen of zo? Oké. Okay. Ansrik, proficiat, je bent consument van het jaar. Applaus. Ah, nee, proficiat.
we zijn er bijna door. En dan duurt het nog een jaar voordat we dit opnieuw doen, dus... Dan zijn we er een jaar van af kwam. Ja, ik ben echt mega zenuwachtig terecht, denk ik. Studio, ik ken die van ergens. Dijsja Kot doet is zot. Dat ik geselecteerd voor Studio Dada. Ah, mooi! Daar heeft ze ook een video van gemaakt, wat als aan het ween is, moest het u interesseren. Beste codec. Beste codec, want dat ligt niet aan ons. Dus beste codec, Jacot. De helft van uw publiek kan niet weten wat een codec is. Hè. Fuck mijn publiek. Oh, dat is ze, ons Jacot. Is ze niet mooi. Maakt goede video's. Ook weer veel te weinig abonnees. Ze maakt al 4 jaar filmpjes op YouTube. Ze is ook niet altijd even productief. Allee, ik weet dat ik veel moet zeggen, maar ze heeft ook andere dingen te doen. Radio presenteren? Kennelijk. Oh, ze heeft zelf gecollaboreerd met Siroop. Het is door Siroop dat ik haar ken. Godverdomme. Siroop Gates. Jongens, ik ben wel aan het luisteren, hè. Ah, ik heb er echt een rode kop van gekregen, jongens. Ze is een beetje aan het stressen. Oké, wat geven we aan Jacot? De collaborateur. Ze werkt samen met de VRT. Of heb jij toevallig haar nazi-video gezien? Volgens mij heb je ergens wel zien passen. Nee. Er is geen nazi-video. Ah, dat staat een listed. Er is helemaal geen nazi-video. Stop mij te zoeken. You can never stop me. Jacot krijgt van ons de beste... Beste radiogezicht. Radiogezicht. Ik weet niet. Beste portretstem. De beste zet uw plaat aan. Gewoon beste collab. Beste collab gaat naar Jacot. Doe dit zot. Proficiat. De voorlaatste Vlaamse YouTuber die we gaan bekijken, ook iemand die ik ken via Siroop. Zijn naam is Pascal en hij woont mobiel. Fuck! We kunnen wel al zien aan zijn thumbnails wat hij aan het doen is. Dus hij rijdt eigenlijk rond met een pedo-van. We kunnen de video bekijken op YouTube. Ik zit aan 013. Ik zit aan 010. 3, 2, 1. 1 kilometer dat ik er niet gereden heb. Het leukste aan deze jongen vind ik dat hij nooit beweegt. Wat stel je voor dat hij eigenlijk gewoon een standbeeld is? Volgens mij is hij een standbeeld. Ja, ik heb hem ook nog niet zien bewegen. Deze mens gaat je nooit zien wandelen. En hij geeft die honden oude pizza. Dat vraagt voor diarree van die beesten. Ik eet mijn korstjes toch niet op. Wel, Pascal gaat nooit groot worden. Goh, het lijkt me wel lang aan. Ik denk dat hij wel meer dan 2 meter. Ik denk het niet. Als je meer dan 2 meter bent, dan kun je niet in een busje leven. Oh, jongens. Hij beweegt op 6 minuten 50. Oh, hoogtepunt van zijn carrière op YouTube. Wat? Hij heeft benen! Hij is wel zijn bed aan het maken. Ja, dat wel goed gezien. Hij doet het toch maar, hè. Ik denk dat zijn oppervlakte evenveel is als mijn oppervlakte. Hij heeft wel een zeer boeiend leven voor een gemiddelde Vlaming. We geven dit, Niels... Fuck, ik heb nog niks bedacht. De beste busbewoner. Ik had meer gedacht aan het innovatiefste standbeeld. We hebben hem zien lopen. Beste dakloze. Technisch gezien heeft hij wel een dak, hè. Beste dak op wielen. Ik pak toch dakloze. Op wie stemt jij, Alex? Stem op beste bus. Beste bus. Beste bus. Proficiat Pascal. Applaus. Oké. Als laatste hebben we een hele oude mens. Ah. Ik wist dus niet dat hij een YouTube-channel had. En hij doet dat supergoed. Dit is een video waarin hij niet spreekt. Het is cool. Volg het even. Toch wel zonde van een goede borst. Oh. Ah, zie je hoe cool. Hey, punkrock bands. Boomer humor. Beste boomer. Wat is daar het praktisch nut van? Wacht, dit komt nog. Toen we zo denken aan die do-it-yourself video's die je soms op YouTube ziet passeren. Met... Dit komt van YouTube. Ik bedoel Facebook. Nu goed zien, hè. Oké, ik weet... Amai. Voilà, zei. Allee. Je kunt het ook gewoon op een tafel leggen. Zoveel moeilijker, hè. Is toch cool? Ja, dat komt ervan, Henk. Dat komt ervan. Ik wil wel eventjes meedelen dat onze Henk Rijkaard toch wel 21.900 abonnees heeft. Dus hij komt in de buurt van de 22.000. Hij kan beter bezig zijn, want hij heeft nog geen prijs gekregen van ons. Dat wat geven waar. We hem? Beste... De beste Henk. Ken jij een andere Henk? Cowboy Henk. Maar ja, dat is een stripfiguur. Oké, proficiat Henk Rijkaard. U wint de beste... Henk van het jaar. Proficiat, meneer Rijkaard. Hartelijk dank iedereen om te kijken naar deze fantastische, fenomenale show die we totaal niet 5 minuten geleden bedacht hebben. Tot volgend jaar! Ja, ik ben ook aan het zwaaien, maar je ziet het nu. Ja. Salut, hè. Groetjes. Groetjes. Mwah.